twa mannen, twa strijders voor een rechtvaardige wrood. Ze vochten voor hetzelfde verheven ideaal, maar waren op het lijst grote rivalen. Dat wien Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelle Stroelstra. Aan de eind van een jochentje in de eeuw wien zij de belangrijkste leiders van het socialisme. De politieke streming die toen sterk in opkomst wier. Friesland wie een van de eerste plakken in Nederland dat het socialisme een soort aanhingers kreeg. Domela was de eerste socialist in het parlement. En Troelstra wie de oprichter van de eerste echte socialistische politieke partij. Schouder om schouder begonnen zij het gevocht voor een beter bestaan voor de arme arbeiders. Maar al gauw waren de beide mannen het hield iets minder goed ingens over de wijze waarop ze dan kreeg die strijd vieren woorden. Uiteindelijk eindigen beide politieke carrières nogal teleurstellend. Maar de beschutting van zowel Domela als Troelstra voor de situatie van de arbeiders had grut west. In het lijst van een jochentje in de eeuw gaat het net goed in Friesland. Om de groei en de bloei van de boerenbedroegen komt een eind door de grote landbouwcrisis in 1878. De boeren moeten interen en dat gaat vooral ten koste van de duizenden boerenarbeiders. Die verliezen haar werk en haar inkomsten en vervallen daar grote jarmoede. Dat lijst hield ik voor de arbeiders in de veengebieden. Hier in het zuiden en het eerste van de provincie waard al eeuwenlang veengroen aanstutsen om er turf van te maken. De bronstof van die tijd. Dit wie altijd al zwierwerk dat min betellen waard. Maar van nou al krijgen de veenarbeiders het nog slimmer. De mensen krijgen zelfs honger. Rondom in Europa nemen de misstanden ta. Net alleen in de landbouw en in het veen, maar ook in de industrie. Fabrieksarbeiders moeten van een lietseleentje lange dagen het werkje in stonkende gebouwen met de vaarlijke machines. En dat wil de eigenaars van de fabrieken en de bezitters van de landbouwgroen nog heel tijd een soort geld verdienen en soms zelfs stonkend riek worden. Meer en meer mensen zoeken dit dus onrecht en beginnen haar het zin te verzetten. Een van de wichtigste bijdragen wordt leveren door de Duitser Karl Marx. Hij schreeuwt Das Kapital. Een boek dat erin zuidt dat de arbeiders opkomen moeten voor haar eigen rechten, door in opstand te komen tegen de rijke lui en haar macht. En het kapitaal te verdelen onder de arbeiders. Het socialisme. Ferdinand Domela Nieuwenhuis is eerst doemling, maar stadigoon rekert hij in de besnijing van de socialistische ideeën. Hij komt vaak naar de veenterijen om de arbeiders in de turf tat te spreken. Hier wordt er zo populair dat ze hem us verlossen nemen. In 1888 komt Domela als eerste socialist in de Tweede Kamer. Maar het slaagt hem net om daar een soort successen te boeken. In diezelfde tijd bekeert de Ljouwerter advocaat Pieter Jelle Stroelstra hem ta het socialisme. Hij verdiegent arbeiders en socialisten voor het gerucht en hoort gloedvolle redevierings. Hierdoor neemt zijn bekendheid vlug ta. Troelstra richtte in 1894 de SDAP op, de voorganger van de jongeduistige PvdA. Domela Nieuwenhuis maakt nee het haar van de SDAP. Zijn werk in het parlement had hem net goed voldien en hij wordt de socialistische strijd boeten het parlement om stolen. Pieter Jelle Stroelstra groeit onder wielers uit dat de grote man van de socialistische beweging. Domela Nieuwenhuis is al lang niet meer een verneemd politicus als er stiert in jochentje jochentje. Maar op zijn crematie in Amsterdam komen nog duizenden mensen aan om de lijste ere te bewijzen om een us-verlosser. Een ier jeder in jochentje 18 is de delgong inzet van de politieke carrière van Troelstra. Hij is dan partijleider van de SDAP in de Tweede Kamer en roept de socialistische revolutie uit. In de geest van Karl Marx verwacht het er dat de arbeiders nou de macht overnemen zullen en afweven met de heersende elite. Maar dat slag het net en van dat moment af rekken Troelstra zijn gezag kwijt. Hij loopt hem letter hielendal verom uit de politiek en stiet in jochentje 30. De socialistische revolutie is de tijdens en na het leven van Domela en Troelstra neerkomen. Maar harnwerk had wel heel belangrijk geweest voor de arbeiders. De omstandigheden waarin zij libje en werkje masten waren stadig gewoon beter.